Meneer. Ja, meneer. Goeiedag. Wat bent u aan het doen? Nou, je ziet het. Ik ben even aan het werken, even aan het schoonmaken. Even die troepen hier weghalen. Lekker werk. Buiten, lekker weer. Droog. Komt u maar, mevrouw. Loopt u maar door. Doet u dit al lang? Ja, ik zit hier al. Nou, voor de dienst werk ik al 15 jaar. Voor de gemeente, bijna 16 jaar. Bijna 16 jaar zit ik voor de gemeente al. Mag ik een dagje met je meelopen? Ja! Ja, ja, ja. Mag wel hoor. Geen probleem. Helemaal geen probleem. Waarom ben je zo vrolijk? Ik ben altijd vrolijk. Mijn collega's die zeggen me ook, waarom ben jij elke dag zo vrolijk? Kijk, één dag niet lachen is één dag niet gebeleefd. Begrijp je? In het leven moet je lachen, moet je genieten. Leven is kort. We moeten met elkaar genieten, lachen, blij zijn. Ik kan niet opstaan, zure gezicht en komen werken. Het gaat niet. Weet je, ik heb veel dingen gedaan dat God mag niet, hè? Wat voor dingen dan? Nou, stoute dingen. Als je jong bent, doe je dingen zonder na te denken. En als je ietsje ouder wordt, dan zie je het. En dan, kijk, nooit is het laat voor je leven te veranderen. En dat had ik gelukkig wel met mijn 38e jaar. Dat duurde even dan. Ja, ik ben hier gekomen met mijn 17 jaar. Met mijn 17 jaar ben ik hier in Nederland gekomen, 1977. Maar wat voor stoute dingen heb je gedaan dan? Oh ja. Oh ja. Laten we zeggen, vroeger, ik was niet leuk. Dit is niet leuk voor te zeggen aan de televisie, maar ja, wie heeft geen stoute dingen gedaan? Begrijp je? Wie heeft geen dingen dat God heeft gezegd, hey, dit mag je niet, dat je hebt het gedaan. En dan later had je spijt van. Maar nu heb je je leven gebeterd. Gelukkig. Heel veel plezier heb ik in mijn werk. Joh. Waarom? Nou, werk is goed, gezond. Thuis zitten is niks. Heb je dat ook gedaan dan? Thuis zitten? Ja joh. Dat is niks voor mij. Hoe oud denk je dat je bent? Hoe oud schat je me? Ik denk 44? 44? We draaien het om. Ik ben 54. Serieus? 54 jaar ben ik. Ik ben van 1960. Lekker jong. Lekker, hè? Ja. Zo vind ik. Zie je, zelf die mensen die zeggen me dat ik ben lekker jong. Gaan we eten? Ja, we gaan even een boterham eten, weet je. Een beetje een boterham, brood met worst. Voordat ik ga eten, moet ik mijn haren eraf halen. Panty. Is dat een panty? Ja. Dit is een panty. Mevrouw koopt elke maand voor me 6 dozen. Elke dag, eentje erop. Maar je hebt toch mooie vlechten, waarom... Doe je dat dan? Nou, ik bescherm mijn haren tegen boze ogen. Wat bedoel je daarmee? Nou ja, mensen hoeven niet elke dag mijn haren te kijken. Waarom hou je van werken? Waarom hou ik van werken? Een man hoort voor te werken. Een man moet werken. Een man die niet werken, nou ja. Als je bent zelf handicappen die werken. Nou, waarom moet je niet werken? Ik vind, het is niet, je gaat niet dood van het. Andersom ben je met mensen om. Het is gezellig. Eind van de maand ga je naar de muur. Haal je de pin, appa. Dan weet je waarom heb je gewerkt. Ik wil niet in de rij staan bij sociale dienst. Nee joh, kom op. Was je netje?
Hey, is goed dat je hebt gesproken over mijn pantheon. Geen boze ogen. Nee, mag niet. Mag niet. Kijk, ik ben een jongen. Mijn doel van mijn leven heb ik al in de hand van mijn vrouw en mijn kinderen te laten. Wat is dat dan? Mijn doel is, als ik moet overleden worden, kijk, heel kort en simpel. Ik wil graag in een mooie doek van Rasta. Ik hoef geen kleren aan, geen onderbroek, gewoon naakt. Maar voor de mensen een mooie doeken, Rasta en de gezicht van Bob Marley erop. En mijn handen op. Zo gekruist. Zo wil jij naar de hemel? Zo wil ik naar de hemel gaan. De hemel is de aarde waar we allemaal moeten elkaar ontmoeten. Dat is jouw droom? Dat is mijn droom. Bedankt dat ik met je mocht meelopen vandaag. Nou, ik moet je ook zeggen bedankt. En ik ben blij. Ik hoop een keertje dat we kunnen samen, niet zo, maar samen ergens anders, een cola of een biertje samen kunnen zitten drinken. Gaan we doen. Hey, toppie. Fijne dag, hè? Jij ook. Werk ze. Groetjes van iedereen van Alexander, Charlton Alexander Rijf van Rotterdam Noord. Hoi, hoi. Doei.